Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Veel ruimte voor de zon vandaag in ons land, maar er trekken van het westen uit ook wel sluierwolken over het land. Die sluierwolken, daar schijnt de zon over het algemeen wel doorheen, maar de lucht is wat minder blauw. We zien ze eerst met name in het westen van het land, ook elders kan het wel wat voorkomen. Vanochtend 12 graden op de thermometers, vanmiddag komt er uiteraard wel wat bij. Het wordt 18 of 19 in het noorden en 20 of 21 graden in de rest van het land. Een matige wind uit het zuidwesten, zon en wolken. Geen neerslag. Het blijft droog vandaag. Behalve vanavond. Want dan kan er in het noorden wel wat lichte regen vallen. Ook in de nacht is dat het geval. Maar morgen overdag is dat gewoon weer verdwenen. De zon schijnt dan geregeld en de temperaturen lopen verder op. We komen vrijwel overal makkelijk boven de 20 graden. En in het zuidoosten van het land zou het zelfs een zomerse dag kunnen worden. Met 25 graden. Nog altijd een zuid tot zuidwestelijke wind. Woensdag gaat de temperatuur nog verder omhoog. Dan worden het op veel plaatsen 25 graden of meer. 27 misschien wel in het zuidoosten. De zon schijnt, er zijn veel sluierwolken en in de avond kan er in het westen een bui vallen. Meer buien op donderdag en daarna gaat de temperatuur omlaag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl